Goedenavond, daar zijn we weer. De derde aflevering van Caroni's Wijnvlog. Hebben jullie al een beetje de Caroni wijnvirus te pakken? Dan is dat leuk, want dan blijf je kijken. De derde aflevering en dat heet De Kurk. Waar gaat het over? Het gaat over als de wijn kurk heeft en hij eigenlijk niet lekker is om te drinken. Nou, dan moet je dus weten, even in mijn doosje kijken, dat kurk is een natuurlijk product. Is bast van de boom, de kurkboom, en die groeien in grote hoeveelheden in Portugal. Nou, dan kan je je voorstellen, Portugal, daar waait het nogal. En wat vind je daar in de lucht? Niet alleen virussen CO2, maar ook schimmels. En die schimmels die waaien mee en die komen in die boom terecht en zitten aan die bast vast en die komen in die kurk terecht. Nu worden de meeste kurken, die worden natuurlijk vergast zodat dat doodgaat. Maar er zijn een aantal die zijn daar resistent voor. En wat gebeurt er dan? Dan blijven ze in die kurk. Nou, dan moet je je voorstellen, je pakt je glas, je trekt een fles open, je schenkt in en die schimmeltjes uit die kurk, die hebben de hele tijd in die fles gezeten en die zijn uit die kurk gekropen en die zijn in de wijn gaan zitten. En wat doen ze daar? Daar vinden ze druivensuiker, dat vinden ze lekker en dat eten ze op. En net zoals wij mensen hebben ze dan daar een beetje ontlasting. Ontlasting. En ontlasting heeft natuurlijk bekende kleur. Ja, wat gebeurt er dan? Dan gaat die wijn dus smaken naar de ontlasting van die schimmel. En dat is niet prettig. Dat is zeker niet prettig. En dat ruik je. En dan ruik je dingen die je eigenlijk overdag niet zo graag ruikt. Kom je wel eens in de keuken terecht, dan heb je zo'n vies aanrechtlapje. Nou, daar ruikt het naar. En dan denk je van, nee, die wijn wil ik niet drinken. Dus let op, als je een wijn krijgt ingeschonken of je schenkt hem zelf in, draai hem even rond in het glas, dan komen die aroma's naar boven. Stop je neus erin, ik heb een groot, dus dat gaat makkelijk. En wat je daar moet ruiken, dat zijn de bloemetjes, dat is de druivensuiker, dat is alles wat een wijn lekker maakt. Maar ruikt hij naar dat vieze aanrechtlapje, drinkt hem niet. Nou, dat was aflevering 3, de kurk. We hebben natuurlijk meer afleveringen in petto, maar die ga ik niet allemaal naar jullie toesturen. Want je kan de komende afleveringen, we hebben er zo'n 10 gepland, die gaan we regelmatig en onregelmatig op onze website zetten. caroni.nl voor de wijnblog. caroni.nl. En dan gaan we wat wijnspijscombinaties behandelen. We gaan misschien een wijnboertje opzoeken en kijken wat hij aan het doen is. Of wat we ook nog kunnen doen. De tuin in en kijk je hoe je een druifje gezond moet opvoeden. Want daar gaat het om, hè? Dat sexy kleine dingetje. Nou, lieve mensen, dat was het dan. Hartelijk bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.